Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 1071. Na twee inleidingen over het boek en de profeet Jona, gaan we vandaag nadenken over de eerste verzen. Jona 1, vers 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amitai. De naam Jona betekent duif. Zijn vader heet Amitai en dat betekent de Heer is waarachtig. Maar zoals ik reeds in de inleiding aanhaalde, om meer te weten over de achtergrond van Jona, kijken we best naar een andere passage uit de Bijbel. Ik lees twee koningen, 14 versen, 23 tot en met 28. In het vijftiende jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd in Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, de koning over Israël. En hij regeerde 41 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij bracht ook het gebied van Israël, van Lebo-Hamad, tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heer, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amitai, de profeet uit Gad-Hefer. Want de Heer zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heer had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige nu van de geschiedenis van Jerobeam, al wat hij gedaan heeft, en zijn macht, hoe hij oorlog gevoerd heeft, en hoe hij Damascus en Hamat van Judah aan Israël teruggebracht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de chronieken van de koningen van Israël? Het eerste wat opvalt, is dat Jona, naast het verhaal dat we de komende weken gaan bespreken, al in eigen land namens de Heer sprak. De boodschap die hij bracht was weliswaar een stuk aangenamer om te brengen dan de oordeelsprofessie voor Nineveh. Het was goed nieuws en bovendien mocht Jona dit onder zijn eigen mensen brengen. Maar het toont vooral aan dat Jona trouw in deze opdracht geweest is. Nu komt hij voor een veel grotere uitdaging te staan. Hij wordt geroepen naar Nineveh. Maar we moeten dit gegeven in gedachten houden. Want vaak wordt op Jona neergekeken. Hij was niet alleen maar een ongehoorzame profeet. Deze opdracht was niet wat hij graag wilde. Dat is duidelijk. En ja, hij probeert er onderuit te komen. Toch is hij wel een profeet van de Heer. En God komt dan ook tot zijn doel met Jona. God geeft het niet zomaar op. Dat geldt ook vandaag. Want laten we eerlijk zijn: hoeveel christenen willen vandaag niet onderuit het werk van de Heer komen? Jona is dus afkomstig uit Gad een dorpje in het stamgebied van Zebulon, ten noorden van Nazareth. Zijn optreden valt dus in de periode van koning Jerobeam II. Over Jerobeam II zegt de Bijbel niet veel. Volgens bronnen buiten de Bijbel is hij een van de machtigste koningen van het tienstammenrijk Israël geweest. Met hem moest in die dagen rekening gehouden worden. Hij regeerde over een gebied dat zich uitstrekte tot voorbij Damascus in Syrië. Jona 1, vers 2. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Jona neemt toch wel een speciale plaats in onder de profeten. Hij wordt naar het buitenland gestuurd, naar de Assyriërs nog wel. Dit rijk was machtig, maar ook bijzonder vreed. Het vormde een bedreiging voor de veiligheid van Israël. Met die gedachte in ons achterhoofd is het ergens wel begrijpelijk dat Jona er liever niet ging prediken. Het was nogal een gevaarlijke missie. Het zou bovendien menselijk gezien beter geweest zijn als Nineveh gewoon vernietigd werd. Jona zal later in het boek aangeven dat hij wel wist dat de Heer genadig en vergevend is wanneer mensen tot inkeer komen. Het is alleen de vraag of Gij zelf die bekering van de vijand wel wilde. Hoe zit dat met ons? Wanneer iemand ons iets aangedaan heeft, willen wij dan wel dat die persoon zich bekeert en zodoende vergeving ontvangt. Bij de inleidingen op het Bijbelboek hebben we al stilgestaan bij Gods barmhartigheid en medelijden met mensen. Maar als we vers 2 lezen, dan merken we daar niet meteen iets van. Daar kunnen wij alleen maar lezen dat er zwaar weer opkomst is voor Nineveh. De grote stad, die zich veilig waant achter dikke muren, en waarvan we in Zephania 2 vers 15 lezen. Dit is de uitgelaten stad die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: ik en verder niemand. De Heere geeft Jona de opdracht om tegen haar te prediken, om hen te waarschuwen dat hun gedrag zijn aandacht heeft. Als het met een mens al zo ver is dat de Heer zoiets moet zeggen, dan is dat een huiveringwekkende gedachte. Als mensen de Heer tegen zich hebben, wie zal er dan nog voor hen zijn? Zo liggen de verhoudingen inderdaad voor Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische koninkrijk. De Heer vertaalt ook aan Jona waarom hij tegen Nineveh is: want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Het zijn woorden die doen denken aan Sodom en Gomorrah. Daarvan lezen we ook dat bepaalde zaken naar God opstijgen. In Genesis 18, versen 20 en 21 staat Verder zei de Heere: de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. In Nineveh is dus iets gelijkaardigs aan de hand als destijds met Sodom en Gomorra het geval was. De slechtheid van de inwoners is zo groot, de maat van de slechtheid is vol. De Heer kan het niet langer verdragen. Als wij deze woorden op ons laten inwerken, dan ontdekken wij hier nog niets van Gods medelijden of barmhartigheid. Maar bij Jona ligt dat anders. Als ergens blijkt dat de profeet Jona de Heer kent en weet wat zijn God bedoelt, dan is het wel op dit moment. Jona weet heel goed wat er achter de opdracht van de Heer gaat. De profeet weet heel zeker dat de Heer niet zonder meer de bewoners van Nineveh wil vernietigen. Integendeel, de Heere geeft die opdracht omdat Hij graag wil dat zij veranderen en gered zullen worden. Dat lezen we vaker in de Bijbel, bijvoorbeeld in 2 Petrus 3, vers 9. Daar staat: De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Zelfs bij een laatste oordeelsaankondiging, zoals Jona die Aninevee moet brengen, is er bewogenheid van de Heere. Anderzijds kan dat het oordeel verzwaren, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. Gods woord zegt huiveringwekkende dingen over mensen die de weg van God wel hebben geweten, maar niet hebben bewandeld en hun eigen weg zijn gegaan. Maar altijd is de boodschap van de Heere gericht op bekering en terugkeer tot God. Altijd zit er een aansporing in om te ontkomen aan Gods oordeel en uitredding te vinden bij hem. En dat weet de profeet Jonah. In hoofdstuk 4 vers 2 zal hij dit ook letterlijk bevestigen. Daar zegt gij: Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Jona kent de Heer als een God die langzaam is tot toorn en overvloedig in barmhartigheid. En wij, hebben wij dat al begrepen? Dat achter de grote opdracht van de Heer Jezus in Matthäus 28 en handelingen 1 om uit te gaan en het Evangelie te verkondigen aan alle volken, de liefde en genade van God schuilhaat voor verloren mensen. Weet je wie dat ook goed heeft begrepen? De apostel Paulus. Hij zegt in 1 Korinthe 15 versen 8 tot en met 10 En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Jona 1, vers 3. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heer. Hij daalde af naar Jafoe en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heer. Jona weigert Gods opdracht te aanvaarden. Deze handeling van ongehoorzaamheid is een van de zaken die het meeste geassocieerd wordt met Jona. Maar ik hoop dat de inleidingen er al voor gezorgd hebben dat we minder met het hoofd zullen schudden dan velen doen. Jona's reactie is niet goed te praten. Maar laten we eerlijk zijn: de velen zouden hetzelfde reageren. Jona gaat wel op reis, maar niet naar Nineveh. Hij gaat op vlucht. In plaats van naar het noordoosten gaat Jona naar het zuidwesten. In plaats van landinwaars te reizen gaat hij naar de kust van de Middellandse Zee. En zo ontmoeten wij Jona en Jafo of Joppe. Het blijkt dat hij een schip zoekt dat hem zo ver mogelijk van Nineveh afbrengt. Hij wil naar Tarsis, een plaats die wij zullen moeten zoeken in het zuiden van Spanje. En de beste manier om daar te komen is met een schip. In de havenstad Jafo ligt een schip klaar voor vertrek naar zijn verre bestemming. Jona betaalt voor de overtocht. Dat zal geen kleinigheid geweest zijn. Wij moeten bedenken dat zo'n reis wel een half jaar kon duren. En al die tijd aan boord moest Jona ook eten hebben. Maar voor Jona geldt maar één ding: weg van Nineveh. Hij heeft betaald en zoekt een plek in het scheepsruim. En als het schip vertrok, zal hij ongetwijfeld gedacht hebben dat zijn vluchtpoging gelukt is. We hebben er al een paar dingen over gezegd, maar laten we nog eens stilstaan bij de vraag: Wat beweegt Jona om dit te doen? Over die vraag is al veel nagedacht. Er worden ook verschillende antwoorden opgegeven. Sommigen menen dat Jona bang is geweest om naar Nineveh te gaan. Op zichzelf zou dat goed mogelijk zijn. De Heer benadrukt zelf dat het om de grote stad Nineveh gaat. De grote stad heeft ook vandaag voor veel mensen al iets bedreigends. En als we ons realiseren wat Jona, als Joodse man uit Gad Hefer, in zijn eentje in de grote stad Assyrië-hoofdstad Nineveh moet gaan doen, kunnen wij ons wel voorstellen dat hij daarvoor terugschrikt. Daarbij komt nog dat Jona geen leuke boodschap heeft die hij moet doorgeven. Wat staat hem allemaal te wachten als hij de inwoners van Nineveh gods oordeel voorspelt? Zullen ze hem bespotten of beledigen of erger? Zullen ze hem met geweld de stad uitgooien? Hem mogelijk zelfs doden? Het is allemaal voor te stellen, maar er zijn geen aanwijzingen voor. Er is niets dat erop wijst dat angst de raadgever van Jona is geweest. Wij krijgen eerder de indruk dat Jona niet bang was. Is Jona dan voor God op de vlucht geslagen? Tja, wie zal het zeggen? Maar we zullen lezen dat, als later de storm op zee losbreekt, Jona zal erkennen dat hij de oorzaak is van de ellende waarin zij samen aan boord verkeren. Dan zal hij, midden in de storm, een indrukwekkende belijdenis afleggen van de Heere, de God van de hemel, die de aarde en de zee heeft gemaakt. En wie God zo kent, weet ook dat je deze God nergens kunt ontlopen. Jona kende hoogstwaarschijnlijk wat in Psalm 139, versen 7 tot en met 10 staat, namelijk. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel? U bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad? Woonde ik aan het einde van de zee? Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Maar wat zou dan wel het motief geweest zijn om zo te reageren? Het hangt samen met de woorden die we tweemaal in vers 3 lezen: Namelijk, weg van het aangezicht van de Heer. Die woorden zijn een Bijbelse uitdrukking. Wie voor het aangezicht van God staat, stelt zich ten dienste van God. Dus andersom betekent weg van het aangezicht van de Heere niet ten dienste van God staan. En uit die beleidenis blijkt dat Jonas probleem is dat hij de speciale dienst weigert waartoe de Heere hem had geroepen. Hij wil niet doen wat God wil, hij is het met Gods beleid niet eens. En om te voorkomen dat hij de opdracht toch moet uitvoeren, loopt hij weg. Zo ver mogelijk. Misschien met de gedachte terug te komen als de Heer mogelijk zelf met Nineveh heeft afgerekend. of iemand anders heeft gestuurd. Hoe het ook zij, Jona wil het niet doen. Aan dit plan van de here werkt hij niet mee. Maar waarom niet? Over het motief hebben wij het al gehad. Jona zegt het zelf in hoofdstuk 4, vers 2. Hij wist dat de here een genadig en barmhartig God is. Jona ziet voor zich wat er gaat gebeuren. Bij zijn eigen volk was elk teken van verootmoediging en bekering uitgebleven. Straks ontbrandt God's boosheid en breken zijn oordelen los over ongehoorzame volksgenoten. Jona is als profeet een man geweest die besefte in welke tijd hij leefde. Hij zag steeds duidelijker van welke kant de oordelen van God zouden komen. Assyrië werd steeds machtiger en de legers kwamen steeds dichter bij Israël. Is het dan vreemd dat Jona er moeilijk mee omkom? Enerzijds hoort hij dat de Heer de slechtheid van de Assyriërs niet langer kan verdragen en als de Heer met hen in het gerecht gaat. Kunnen zij Israël in ieder geval niet onder de voet lopen? Maar toen was die opdracht gekomen. En Jona zag het al voor zich: Israël dat zich niet bekeerde onder de zegende handen van de Heer, en Nineveh dat zich wel bekeerde op de oordeelsprediking van de Heer. Nee, dat wilde Jona niet. Maar hoe zit dat met ons? Wanneer iemand ons iets aangedaan heeft of een gevaar voor ons is, willen wij dan wel dat die persoon zich bekeert en zodoende vergeving ontvangt? In de volgende uitzending horen we hoe het verder gaat met Jona. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.